Goedenavond in Nederland en in Vlaanderen. We zitten in Gorkum in de nieuwe doelen met een heel oud doel, namelijk de echte te raden van wie van de drie. Wie er geraden moet worden, dat zien we als het scherm direct omhoog gaat. En wie moet er raden, dat zijn Albert Mol, Martine Bijl, Kees Brussen en Evelien Velsen. En hier komen de eerste drie kandidaten. Mijn naam is Ellen van der Plas. 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 Ik maak kruiswoordraadsels en andere soorten puzzels in allerlei Nederlandse bladen. Was getekend Ellen van der Plas. Goed. Mogen wij beginnen met Kees? Ik vind het zo moeilijk, want ik weet nou, niet beginnen ik met ben geholpen. Nou, ik ben geholpen. We beginnen met Martine. Ik heb kennis. Nee, ik begin. Martine. Het valt hier niets te lachen. Sprak Martine bij. Nou, ik wil ook wel beginnen. Nee, ik begin graag, Kees. Mevrouw Drie, het is misschien een rare vraag en ik weet niet of het kan hoor, maar stel nu dat de oplossing van een cryptogram dijkgraaf is. Hoe zou u daar een cryptische beschrijving voor geven? Edel heer met waterige arbeid. Had u die alles gedaan? Nee. Heel goed. Dat schiet er dan zo in. Moet je daar niet voor klappen, dus hartstikke knap. Mevrouw Twee, ik weet niet zoveel van puzzels. Cryptogrammen vind ik leuk, maar puzzels weet ik niet zoveel. En dus vraag ik mij af, wat is een Zweedse puzzel? Want die maakt u ook. Ja, ik maak ze ook, ja. Dat is een puzzel waarvan het bijzondere dan is dat de omschrijving niet naast de puzzel staat, maar in het diagram zelf. Oh, ja. Dan staat het woord wat je op moet lossen staat in het diagram zelf met een pijltje van waar je moet beginnen. Dat is dus gewoon een manier van, ja, van in elkaar te dat zetten. Dat is het specifieke van een Zweedse puzzel. Ja. Mevrouw 1, ik heb vernomen tot mijn grote vreugde dat u de cryptische omschrijvingen van onze namen hebt bedacht. Of mevrouw 3 of mevrouw 2, weet ik niet. Maar ik zal de anderen niet vragen, maar mag ik die van mij weten? Dat mag. Met een tik van de molen is zij dooreengenomen blij. Ach, dat is heel goed. Ja, dat is heel goed. Ik vind dit een waardig slot van mijn vader. Ja, het is het ook. Je hoort het. Ja. Kees, wil je verder gaan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan het niet. Ze hebben me één keer voor Babylonië gestrikt. En toen kon ik het ook niet. En ik weet er heel weinig van, maar ik ben geholpen. Gelukkig door goede mensen die het wel wisten. U weet natuurlijk, dan moet ik even kijken hoe die was hoor. Want ik weet er één, kleintje. Ja, zonder R is het ook vlees. Weet u? Nee. U mevrouw 2? Nee. Mevrouw 3? Geen idee. Zonder R is het ook vlees. Ja, nee, geen idee. Nee? Nou. U weet het? 2? 1? Rookvlees, nee? Dacht ik. Wat? Rookvlees. Ja, rookvlees. Had u goed gedacht. Wat? Raadsel, dat is geen crypto? Dit is geen crypto. Nee, nee. Oh, wat is een crypto? Dit is wel meer een raadsel. Ja, ja. Dus het is verkeerd? Nee, het is niet echt fout. Nee, het is toch wel speels. Nee. Maar vertel mij eens, hoe kom je er nou toe? Maar u moet dus een grote belangstelling voor de Nederlandse taal hebben. Uiteraard. Hè? In de eerste plaats moet het vreemd zijn dat je bij ieder woord wat je hoort ogenblikkelijk combinaties gaat maken. En je kan realiseren hoe je het kan veranderen en de omschrijving maken. Maar hoe bent u daarop gekomen om dat te worden? Nou, ik heb ooit eens gelanceerd tijdens een feestje. Jongens, ik zoek een baantje. Wie weet er iets? Ja. En toen werd ik opgebeld door een vriend van ons. Die zei, ik wil een sollicitatiegesprek met jou. Ja, hoe heette die vriend van twee waar u door gebeld werd? Jan Bakker. Ja? Mm-hmm. Ah.
Maar ik heb gehoord, mevrouw Drie, inderdaad, u heeft op onze naam een cryptogram. Heeft u dat op mijn naam ook kunnen bedenken? Jawel. Ja. Wou u hem horen? Graag, ja. De lezer heil, zwaai hem lof toe en de groente wordt oneetbaar. Moet u nog één keer zeggen? De lezer heil, zwaai hem lof toe en de groente wordt oneetbaar. Inderdaad. Wat is de lezer heil, mevrouw Twee? LS. De lezer. Ja, wordt het wat duidelijker? Ja, nu wordt het duidelijk. Ja? Het is mij helemaal duidelijk. Ik weet ook wie het is. Dank u wel. Evelien. Mevrouw 1, u lost waarschijnlijk puzzels van anderen onmiddellijk op, hè? Vrij snel, ja. Ja. Mevrouw 2, wilt u eens voor mij formuleren een aantal vragen voor een woord van 2 letters beginnend met een E? 2 letters? Ja, 2 letters. E, een rivier, ja. In Friesland. L, een lengtemaat. S, een noot. Ja, dank u wel. Mevrouw Drie, hoe start je zo'n puzzel? Begin je met een hele regel al te hebben? Of hoe start je het maken van één puzzel? Ja, dat ligt er erg aan wat de opdrachtgever wil. Hè. Stel dat de opdrachtgever een bedrijf is die graag een soort slagzin wil hebben waar een product van enzovoort. Dan begin je vaak met die slagzin. En de letters uit die slagzin, die moet je dan op de een of andere manier in die puzzel verwerken. Maar heb je nou een puzzel die niet zo gebonden is aan een bepaalde opdracht? Nee, hoe start u dan? Eigenlijk met het maken van het diagram. Maar die heb je vaak ook al klaar liggen in de laag. Wat een tekeningetje echt. Ja, dat moet je ook maken. Dat is het vervelendste werk, maar het vraagt ook veel tijd. Maar die heb je vaak dan wel in voorraad liggen. En dan is altijd de keus, begin ik met de kleine woorden, waarvan er erg weinig zijn. Of begin ik met de lange woorden, wat eigenlijk leuker is, maar je loopt zo gauw klem. Oh, dan loop je eerder op klem? Op de kleine woorden loop je eerder klem. Ja, ja. Er zijn er niet zoveel van. Nee, begrijp ik. Mevrouw Twee, mag ik u dan vragen wat de cryptische uitleg van mijn naam is? Heel graag. Ik hoop het te beginnen. 5 bomen met een schrijffout. Waarom 5? 5, dat is 5. Zal ik het uitleggen? Ja, ga. 5 is het Romeinse cijfer. 5, ja. Aha, bomen, elzen, is met een Z. Met een schrijffout. Velzen dus. Heel goed. Albert. Mevrouw 1. Wie ben ik? Albert Mol. Nee, uw rijmpje of hoe het heet. Oh, u wilt uw cryptogram? Ja, wat dacht u dat ik hier achterbleef? Zo. Al graven zingt hij een toontje lager. Al graven zingt hij een toontje lager. Ja, mooi. Ja, dat draag je in de koekoek, want dan krijg je toch een hele hoop ader in mijn bekkie. Hij is mooi, hij is echt mooi. Is mooi. Ja, ik vind hem, ja, ik zie het helemaal voor me. Hier zit een absolute oen, mevrouw Drie. Zou u mij nou kunnen vertellen waarom begrijp ik het niet als ik er naar kijk? Waarom kan ik het niet? Waarom ik, die zoveel interesse aan alles heb, dit nu niet kan. Ik heb nachten met Kees gebeld hierover, maar wij zijn er niet uitgekomen. Misschien omdat je er echt stil bij moet zitten. Nou, ik zit natuurlijk niet de hele tijd op een draaitol thuis. Mevrouw Twee, kunt u mij helpen uit deze nood? Nou, je moet een kronkel hebben, hè? Waarschijnlijk heb je die niet. Als het die kronkel is die u bedoelt, dan heb ik hem niet meer. Mevrouw 1, hoe